Welkom terug, jongens. Ik ben Albert en een nieuw vent hier, dat is Arthur. Hij is eigenlijk nieuw, maar hij deed wel mee in de vroege video's van het begin. Hij wil weer al meedoen, hè? Ja? Geef me dat tikje. Of gewoon dit. Oké, we gaan vandaag dus Roblox Tycoon Rouge One spelen. Van Star Wars. En Rouge One is pas een nieuwe tycoon op Roblox. En ook een nieuwe film. Dus ik heb voor 8 player server gekozen. Omdat dat veel groter was dan vakje. En ook blauw. En blauw is mijn lievelingskleur. Ik moet voor de rebellen kiezen dan. Nu zitten rebellen vol. Ik ben de rebel. Oh ja, ik kijk ook soms naar de rebellen als je het wist, hè. Hoho, de rebellen zijn ook cool. Wow. Oké. Oké, dat is raar. Het is eens begonnen met bewegen. En dit heet een cyberkristal. Oh, dat is geld aan, kijk. Ze noemen het cyberkristal, maar geld. Oké, ik heb 5 cyberkristallen. Ik ga eens rondkijken in de stad. Ik ga vragen aan hem of we gaan teamen. En nu? Team? Hallo, ik ben er. Hij vroeg het. Oké. We zijn een echte team. En wat is dit hier? Kan ik dat ook oppakken? Ach, oké. Ik kan het dus niet. Ik zie je later. Maar jongens, ik kan er doorheen. Oké, dat is cool. Ik kan sowieso door dat deurtje heen. Maar ik ga even kijken of hier wezentjes zijn. Nee, zo te zien niet. Maar ik zie wel hier een reuze basis. Oké, gaan we gewoon even hier rondkijken. Even geld te pikken hieruit. Kost dat zoveel voor iets? Oh, nee. Kost niet zoveel. Kost 40. En de volgende kost... Ja... De volgende kost 120. Ik moet nu 120 verzamelen. Voor elke dropper die er is. Halt. Yeah. Oh. Wat ik nog niet had gemerkt. Ik woon dichtbij een hele grote basis. Zo te zien is die basis van mij. Ik ga proberen op de basis te staan. Zoals Darth Vader natuurlijk. En die basis is groot daar. Wow! Dit is zo dom. Ik ga maar terug naar mijn eigen basis. En... Wee! Hehe. Bam. Oké, hier staat een Team Plus Cyber. De Cyber Dropper. Zo noemen ze het hierin. Dus ik zeg gewoon Cyber Dropper. Maar er komt hier nog eens. Eentje. Oké, ik ga gewoon direct hierop staan totdat er iets tevoorschijn komt. Ja, die kost 240. Komt sowieso al tevoorschijn. Maar een tycoon, dat duurt nog wel ietsje voordat je klaar bent ermee. Dus jongens. We gaan gewoon wat rondkijken nu. Iemand heeft niks gezegd of zoiets. Ook Bar, bro, is zijn naam hierop, dus ik ga even kijken. Ook bro, ja. Ja, we zijn team. We zijn team. Maar, ja, ik kan niet naar boven teleporteren. Of moet ik niet teleporteren naar boven? Of kan het gewoon niet? Kijk, zo ziet zijn beestje eruit. Oké, ik ga even dit droppen.
Of ik steek het gewoon hierin. En dan pak ik dit op. Werkt dus toch niet. Oké. Laten we dat dan maar gewoon zitten. En nu gaan we gewoon... Wow man, je hebt veel geld. Oké, die shield werkt zo gezegd niet. Shield, daarmee bedoel ik ook niet weer van... de Avengers. Ik ken heel erg veel tekenfilms. Zoals Naruto, Transformers, Robots in Disguise. Dat ken ik ook nog. SpongeBob, ook al iets bekends dat ik ken. Er zijn vele die ik ken. Heel erg veel. Zoals, ja. Wat kijk jij naar? My Little Pony. Spider-Man. That's whatever, Spider-Man. Hij houdt heel erg veel van Spider-Man. Dus ik zou er niet om lachen. Want zo'n team wordt hij nog kwaad. Oké, laat hem maar. Ik wil eens die kristallen zien. Zijn er verschillende? Het zien er meer uit als staven. In plaats van kristallen zien ze er zo uit. Oké, jongens, dat is raar. We gaan gewoon nu... Ze halen me dus niet in. Ik geef jullie wat meer speed. Oké, eentje is eruit gevallen. Dat betekent... 1 minder geld. Ja, dat is nu ook weer niet zo erg, jongens. Great. Maar jongens, zit er niks in? Denk jij dat er iets in zit? Nee, hij weet het dus ook niet. Oké, dat is raar. Iemand heeft 70 miljoen. Het 70 miljoen? Oké, dat is dus echt enorm veel geld. Moet je zien. Kijk, we kijken naar. Er komt wel heel erg veel geld bij. Met de zweterige handen van die toetsenbord afblijven. Hey, mijn toetsenbord. Ik heb het gekocht. Ik ben hier aan het spelen en jij kijkt naar het scherm en naar de kinderen. Kijk eens naar onder. Hey. Ik ga de politie spelen dan. Hey. Handen in de lucht of je gaat eraan. Kijk, handen in de lucht of je gaat eraan. Zie je dat dan niet? Oké, we waren ervoor jongens. Kom eruit, Wavis. Kom eruit. Of er komt misschien een Metagross uit. Of een Raichu. Nee, dat kan niet. Als er anders uitkomen. Kom, heb je zo ook eens zin om te zwemmen? Jongen, ik heb zin om te vliegen. Als Superman. Nope. Nee? Echt geen zin? Oké, dat is raar. Wow. Wat dropt een deze hier? En wat dropt het beest hier? Weet ik niet. Weet ik zelf ook niet, zo. Oh, het dropt iets blauws. En wat gebeurt er met dat blauw? Wow. Er komt ineens... Wow, er komt ineens zoveel bij door dat beest. Wow, ik heb zoveel droppers. En wat komt er hieruit? Moet je zien. Oh, wat zal er hieruit komen? 1 uur later. Oh ja, yeah. Je dacht het 1 uurtje later. En nu? 200 erbij? Oké, jullie zijn geweldige droppers. Kom eruit. Klik het eitje. Nu. Ik wil een gebakken eitje zien. Ja, een gebakken eitje en jij ook. Goed zo, alweer. Goed werk. Je gaat ze niet bang maken. Of zij maken je bang. Want die stikt ze in de lucht. Kom op. Ik geef hem over. Grafje. Blauw. En goud. Ik moet net op tijd zijn om het geld te pakken. Het zijn genoeg voor de volgende dropper. Wat is het?
Double gold! Oh yeah! Ik ga als eerste alle droppers kopen. Ze zijn awesome. Oké, als eerste jij. En nu zij. Ja. En nu jij. Oké, dat moet er genoeg zijn voor de volgende dropper. Oké. Ik denk het zelf ook hoor. Nu jij. En nu komen de twee anderen. Kom op, twee anderen. Ja. En nu jullie. Ja, goed zo. Nu krijg ik ineens er veel bij. Eigenlijk wel een heleboel. Ik krijg nu... Oh, wat komt er hier uit? Roy. Geen idee, misschien komt er pizza uit, denk ik. Pizza zal eruit komen. Pizza. Pizza. Huh? 4000 heb ik daarvoor nodig. En... Ja, er komt iets roods uit. Nu ga ik wachten... Dit. Pizza. Leek weekend, hè? Uitkwikken. Ja, en nu jij. En nu jij. En nu jij. Allee, kom op. Kwikken. Pizza. Maak pizza. Hij maakt geen pizza, zo gezegd dan. Kijk naar het schermje. Heeft hij een pizza achtergelaten? Yeah. Heeft hij een pizza achtergelaten? Ja, hij heeft een pizza achtergelaten. Nee, je liegt, man. Je liegt niet. Oké, het is nu tijd voor de volgende dropper. Ah. En, wow. Coole droppers, vind ik. Echt super cool. Oh. Wat was er aan de hand? Ik heb rockstem. Haha. Wow, en nu is het beurt voor deze. Of ja, laat maar. We gaan op verkenning naar die reuze turbo's, maar ik neem nog wat geld mee. Zo, 6000 money. En nu dit hier kopen, oké. Okay. Dat moet genoeg zijn als ik terug ben. Ik mik op mijn eigen kop, zie je dat? Ah! Ach, dat werkt dan toch niet. Ik ben nu aan het reloaden. Ik ga even wachten. Oh, dat zijn reuze beesten daar. Zij zijn reusachtig. Jongens, dat verwacht je dus niet, maar dit verwacht je wel. Oké. Hey. jongens, dit is leuk, vind ik. Dit is dus echt een superleuk spelletje. Oké, gewoon op ladders klimmen en zo. Nee, dat gaan we niet doen, zo. Wij gaan op verkenning gaan. Ik ben de rebel en ik ga hem vragen om te teamen. Alsjeblieft, laat me teamen. Laat me erin. Damn it. Ik kan er dus niet doorheen. Je hebt hier ook tanken in. Oké, deze tycoon moeten we dus uitspelen. Deze tycoon gaan we dus zeker vast uitspelen. Maar dan moeten we nog het volgende kopen. 12.000 kost die. Wow, wat heeft die voor een kracht? Dieve jongen, jongen. Wat is dat voor een kracht? Van Wyvern misschien, want dat is meer elektriciteit. Dat geeft 4000 meer. Oké, dat wil ik dus zien. Nog even wachten. Nu zo. Even kijken als hij gaat droppen. Hoeveel geeft hij? Nu staat het op 8000 en nu staat het in. Nog steeds maar 8000. Heb je wel iets gedropt? Yup. Nee, hij heeft niks gedropt. Yup. Ja, hij dropt alleen maar wat. Oké. Hoeveel kost het volgende? Ja. Die kan ik al kopen, oké. Deze dropt nog steeds hetzelfde. Ik ben steeds benieuwd wat ze gaan droppen, dus. Oké, ik heb mijn huisje al bijna afgewerkt. Bijna. Nope. Die kost... 50.000. Cool! Hehe, Illuminati. Zie je dat, jongens? Dat is cool.
Niet cool dan, oké. Okay. Kunnen we nog kopen? Oh. Maar we kunnen geen wall details kopen. Die kosten 50.000. Dat is onmogelijk. 31.000 heb ik nu eens. Wauw. Deze kost ook 40.000. Ik ga meer bedroppers verzamelen voor de zekerheid. Ja, maar daar heb ik nog 10.000 voor nodig, denk ik. En ik heb het al... Oh, nee. Ik heb die boxen gekocht. En nu moet ik nog meer gaan verzamelen. Nee, dat meen je niet. Jij bent altijd blij, zoals de vorige video's, als ik steeds iets fouts doe. Waarom altijd? Oké. Laat het uurtje maar. Maar voor mij gaat het alleen maar om die geld op te pakken. Nu. Deze dropper. 8000. 8000. Ik wil zien waar hij dropt. Ik wil het zien. Kom op. Laat het maar zien. Nu. Oh, ik heb ineens 33.000 door die ene vent daar. Deze kost 100.000. Jongens, wie betaalt er nu nou 100.000 daarvoor? Ik zal het niet doen hoor. Wacht, we hebben 30.000. We hebben een owner door waar wij alleen maar doorheen kunnen. Maar hoe kunnen we het aanzetten en uitzetten? Dat iedereen er doorheen kan gaan. Ik weet het niet. Hey. Waar is onze skin naartoe? Waar is onze skin ineens naartoe? Wie heeft onze skin? Oh, we hebben een groter huisje. Yeah, dank u. Nu kan ik hier op de zijkanten gaan lopen. Pam, pam. Pam, pam. Pam, nee. Oké. Lash. War. Chen. Oh, mooi schuilplekje, man. Mooi schuilplekje. Maar nu is het pure oorlog. Oké, ik ga vragen om te teamen. Team? Team, please. Team? Hey, wat doe je? Romeo? Oh, Ant-Man! Awesome! Oké, nog steeds. We staan kiet, waar dan toch? Ik ga niet schieten op jou. Ik ga niet schieten op hem. Kiet. Heeft hij het geschreven? Nee, dan niet. Dan ga je eraan. Huh, hij schiet ineens niet. Oké, dat is raar. Hoe kan slecht schieten? Oké, dat is slecht mikken van mij dan. Oké, ik stop me hierachter. Het schildje van jou. En nu. En... Nog meer. Nog meer. Ik raakte u, hè? Oh ja. Wat we nu meer moeten doen, is naar onze money kijken. Haha. Oeh, ja, ons money, Arthur. Zouden we daarnaar kijken of niet? Want we hebben een reuze base nodig. Echt waar. Waarom heeft die vent een reuze base en wij niet? Daarom gaan we natuurlijk verzamelen. En hoeveel krijg ik? 200. Oké. Haha. Hallo, ik heb wapens. Wacht, ik heb nog steeds 100.000. Misschien was dat 10.000. Oké, we gaan hem zo meteen aanvallen, maar dan met een ander wapentje. We hebben al iets gekocht. Oh nee, dat kozijntje staat open hier. Oké, nog meer crates hier. En nu kunnen we steeds details kopen. Oké, dat ziet er schoonkens uit dan. Oké, jongens, laten we dan maar gewoon er doorheen gaan. Nu zo. En nu zo.
Oké, dat is raar. Laten we maar gewoon naar die vent gaan. Hehe. Wat ben je? Ik ben geen beginner hoor. En jij wel? Hoeveel MO heb ik? Nog steeds maar 15. Die is gaan teamen, denk ik, bij iemand anders. Ik ga snel zijn geld stelen. Ja, dank je. Hehe. Maar hij heeft wel een skin? Oh, misschien heb ik mijn tweede testpoppie gebruikt. Oké, dit is mijn tweede testpoppie. Een upgrader. Dit. En dit kan ik dus niet kopen. Deze kost een beetje meer, maar ja, dan toch. Ik koop het. Yeah! Ik heb elke dropper, denk ik. Heb ik elke dropper? Ik zie al alles voorbij komen. En nu hoeveel komt erbij? Wow, dat was dus echt wel veel. Ik heb nu... En 54.000, kom op. Kom belang, sterke wapens. En deze kan ik dus niet droppen. Oké, ik zorg meer voor meer voor en meer en meer en meer. Oké, een paar op die van die toetsen klikken. Ik weet niet wat dat is. Deze, sorry Dark Vader, dat ik dat doe. Sorry. Sorry, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Dus ik klik gewoon op alles. Een spotlight. Zo eens kijken of we die kunnen kopen. Ik ga er eens op staan. Nee, we kunnen die niet kopen. Dammetje. Nee, het gaat ons toch niet lukken om iets te kopen. Hè? Maar alles kost hier 100.000 in. 100.000 Robux. Nee, ik maak maar een grapje. We hebben stairs. Ooh, yeah. En nu nog een wall detail. Oké, ziet er mooi uit, jongens. We gaan eens kijken hoeveel money we hebben. Waarom geef jij je steeds over? Wow! Wow! Awesome! Wat? Ik haat die man. Hij nam een tank mee. Hij nam een tank mee. Hij heeft me net gekild met een tank. Hier. Van wordt het oorlog. Waarom kill jij toch mij met een dikke stupid tank? Waarom? Ik kan niet verder raken of zoiets. Oké, dat vond ik dus... Oh. Hij flipte. Hier ga ik inzetten. Hier moet ik inzetten. Ja, ik loop hier zelf mee weg. Oké, dit gaat me lukken. Kom op, ik heb een tankje gestolen. We gaan er van langs hier parkeren. Hehehehehe. Kunnen we niet schieten of zo? Oké, dat is raar. Oh, ze namen wel een tankje mee om mij aan te vallen. Maar zo'n grote beest hebben, dus is echt fantastisch. Ik neem het maar terug naar hun eigen beest, hoor. Kijk eens aan. Hier, dit is voor jou. Ja, ik laat het gewoon achter voor hun. Jongen, blijf van me af. Blijf van me af. Ik ren weg van onder. Ik ren weg. Oh nee, ze weten het. Ze weten dat ik onder water kan. Oh. Dan ga ik maar een ander plekje zoeken. Oké, jongens. Dat was het vandaag bij Ik Play Games natuurlijk. Ik hoop alvast dat jullie deze video hebben geliked, jongens. Want, weet je waarom? Jullie deze moeten liken. Want als jullie het leuk vinden, dan toevoegen jullie deze video gewoon op jullie favorieten. Dat kan ook gewoon sowieso gedaan worden. Ik hoop alvast dat jullie op mij hebben geabonneerd natuurlijk, jongens. En, 2 of 3 video's die jullie leuk vinden, mogen dus zeker vast... op jullie Facebookpagina zetten. Ik hoop vast dat jullie dat hebben gedaan. En tot de volgende keer. Ciao!
Ik zie jullie later.